De Rocketman, dat is de naam van deze auto, heeft echt achterlichten. Die heb ik nog nooit van mijn leven gezien. Dus ze staan er bovenop. Productie, absoluut onmogelijk, want iedereen blijft erachter haken. Maar het is wel heel goed gedaan weer. BMW, lees Mini, die hebben een levensgroot probleem. Want deze Mini is zo vreselijk populair. Hij is hier onthuld, maar heel de wereld eist van Mini dat hij in productie moet. Alleen, BMW... Lees Mini heeft geen platform voor deze auto. Een auto staat op een platform, op een onderstel. Dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van de auto. Ja, en dat is niet voorhanden. Nou, dan maak je dat, zul je denken. Nou, dat is niet zo eenvoudig. Het is makkelijker voor BMW, / Mini, om een platform in te kopen. Daar wordt nu naastig naar gezocht. Ja, en tot die tijd is het wachten voor ons. En dat wachten, dat gaat denk ik een poos duren. Het is wel briljant gemaakt hoor, dat dak alleen al, dat is transparant. De achterklep die gaat open, dat scharniert dan weer hier midden in het dak. Dat is erg goed gedaan. Overal natuurlijk carbon, zelfs in de wielen, rondom de koplampen. Heel sterk. Hij is 3,40 meter lang en dan neemt hij precies een plekje in tussen de normale Mini, zoals we die kennen, en de oude Mini, die van een halve eeuw geleden. Dus juist is deze meneer gevraagd of ik de achterklep mag openen. Nou, dat mag absoluut niet. Hij is helemaal met de hand gemaakt. En waarschijnlijk zit het, kijk, hij doet het heel voorzichtig, alles wiebelt. Waarschijnlijk als ik het doe, dan valt alles er vanaf. Het is wel heel mooi. Kijk dit ook weer. Het is totaal niet geschikt voor productie, maar goed gedaan, Mini, / BMW, goed gedaan.